is bijna bedtijd, nog even en dan mag je op reis naar dromenland, het einde van de dag. Kom lekker bij me zitten, met je pyjama aan. Een piepklein verhaaltje, voor het slapen gaan. Hallo kinderen, daar is oma weer. Voorlees oma Marianne. Ik kom met een nieuw verhaal vandaag en waar zou dat nou over gaan? Ik ga het jullie aanwijzen. Het gaat hierover. Over pannenkoeken eten. Maar, krijgen ze wel pannenkoeken? We gaan het meemaken. Luister maar. Wel of niet pannenkoeken eten. De klas van Mick en Mara speelt buiten. Mara doet mee met Ticketje. Ze ziet vuurrood van het rennen. En Mick bouwt een toren in de zandbak. Alleen. Hij schept de emmer vol met zand en stampt het aan. De toren komt al tot zijn broekriem. Hij keert de emmer voorzichtig om en tada, gelukt. Thomas springt naast hem, bijna op de toren. Pas op joh, roept Mick. Hij vult de emmer met het beetje natte zand. Dat moet ook. Het zand moet een beetje nat zijn. Dat bouwt goed. Kom jij vanmiddag bij me spelen? Vraagt Thomas. Weet ik nog niet, zegt Mick. We eten pannenkoeken, zegt Thomas. Is het feest bij jou? Mick keert de volle emmer om. Oei, de toren zakt een heel klein ietsje in. Als je bij mij komt, gaan we tankje spelen, zegt Thomas. Wat is tankje spelen? Mick vult de emmer weer. En Thomas houdt zogenaamd stuur vast. Een tank kan schieten. Boem, boem, doet hij dan. Boem, boem. Ik word later soldaat. Mick keert de emmer om. Wow, wat is de toren hoog, zeg. Mijn moeder is ook soldaat, zegt Thomas. Boem, boem. En met zijn vooruitgestoken armen raakt hij de toren net niet. En toch valt hij om. De mooie toren is een berg met zand. Dat deed jij met je boem boem. Mick gooit de emmer neer. Niet dus. Alleen echte tanks maken echte torens kapot. Thomas springt op de berg zand. En Mick is boos. Ik ga niet bij jou spelen, roept hij. Nou, dan krijg je ook geen pannenkoeken, zegt Thomas. Mick veegt het zand van zijn handen en zijn boosheid gaat weg. Het was maar een toren van zand en pannenkoeken zijn wel heel lekker. Oké, ik wil wel pannenkoeken eten, maar niet tankje spelen. En ik wil alleen allebei, zegt Thomas. Mijn nieuwe tank kan ronddraaien en hij is zo groot. Thomas maakt zijn armen wijd. Oké, zegt Mick, dan spelen we ook tankje. Bij het hek staat papa. Is het al tijd? Gaat de school al uit? Vast, naast papa staat Thomas' moeder. Mick en Thomas rennen naar de toe. Mick komt tankje spelen en pannenkoeken eten, mam. Nee, Thomas, zegt zijn moeder. Je neefjes komen al en ze eten mee. Wat is tankje spelen, Mick? Vraagt papa. Schieten, boem, boem, doet hij net als Thomas. Papa knikt. Pannenkoeken eten is wel een goed idee, zegt hij. En Mick juicht. Gaan wij ook pannenkoeken eten? Papa wijst naar juf Gina bij de deur. En ze klapt in haar handen. De klas moet naar binnen. Voor de dagafsluiting, zo heet dat. Mick loopt met Thomas naar de rij. Fijn, wel pannenkoeken en geen tankje spelen. Ik wil met jou spelen, zegt Thomas. Mijn neefjes gamen alleen maar. Wat is gamen? Vraagt Mick. Spelletjes spelen op een tablet, joh. Thomas schopt een steentje weg. En opeens vindt Mick hem een beetje zielig. Nou,
Dan gamen jullie toch, denk je? Zegt hij. Je snapt er niks van, moppert Thomas. Maar gelukkig kan hij ook lachen om die domme, domme Mick. Dat was het voor vandaag. Jullie gaan lekker slapen en wij zien elkaar morgen weer. Dag! Morgen dan zie ik je weer met een mooi verhaal. Het is tijd om naar bed te gaan. Slaap lekker allemaal. Tot morgen!